Vanmorgen was het koud. Min 7 graden. Dat is matige vorst. De hele ijsbaan is dichtgevroren. Maar het is nog niet dik genoeg. Je kan er nog niet op staan. We zijn weer bij de school, maar daar gaan we niet naartoe. We gaan naar de papiercontainer, want ik moet weer 2 dozen papier wegbrengen. En de vorige keer was de container helemaal vol, maar nu hoop ik dat die weer leeg is. We gaan het zo zien. Daar staat hij. Het is koud, joh. Het was vanmorgen min 7 en nu is het denk ik min 4 of zo. Is er ijs op de straten, waar plassen lagen. Ik kijk, anders val ik. En dan gaan we kijken of die open kan. Er zit wel een slot, maar die is niet open. Oh, kijk, ruimte zat. Hop. Doosje erin. Dat gooi ik altijd zo ver mogelijk naar achteren, want dan kan er zoveel mogelijk in. Nou, dan gaan we weer naar buiten toe. Door de vorst is al het gras bevroren. Het is een beetje wit geworden, zie je dat? Zo, die kant gaan we oplopen. Weer richting huis. Zo, dan gaan we aan de andere kant van de weg lopen, dat is veiliger. Want dan zie je de auto's aankomen. En je ziet ook mijn schaduw. Zie je dat? Met karretje. Lijkt wel een spook. Jeetje. Zo, de molenaar is er wel. Maar het waait bijna niet. Is dan stil? Nee. Hij begint te draaien. Het waait wel een beetje. Zie je dat? Oeh, heel zachtjes. Nou, nu is hij weer stil. Hier deze straat ingaan. Deze straat. De burgemeester Brouwerstraat. Dit is de ruit van het afdakje. En de waterton, maar die zal wel bevroren zijn. En de ruit is ook aangevroren. Zal ik je laten zien? Dan blaas ik er tegen en dan komt er een gaatje in. Zie je dat? En daar kan je dan doorheen kijken. Moet je proberen hoor. Zie je het? We gaan even kijken hoe dik het ijs is. Ik had 2 flessen buiten gezet, maar het is zo dik. Nou, ik sla er even een hamer op. Jeetje. Nu kan ik misschien een stuk eruit halen. Ja. Nou. Zo dik is het al. Zie je dat? Het is nog te dun om op te staan. Maar het is al best... flink dik. Als het zo door blijft vriezen, dan kunnen we op de ijsbaan.